Hoe was het? Ik vond het heel gezellig. En jij? Ook gezellig. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik moet altijd nadenken. En wij zijn klaar. Wij gaan de deur uit. Wij gaan naar Noordwijk. Daar heb ik afgesproken met mijn vriendin en haar dochtertje. Ja. Er is vandaag een Ibiza. Vriendin. Ja. En het is mij ook heel lang geleden dat ik haar heb gezien. Ja, ze bij best een kinderfeestje heb ik haar alleen nog gezien. Voor de laatste keer. Dat was voor het laatst. En daar is vandaag een Ibiza-festival, dus daar gaan we ook even kijken. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee welke ik voor moet stellen. Volgens mij een beetje. Aan het strand, toch? Ja, dat is ook aan het strand. Dus ik neem wel strandspullen mee. Ja, volgens mij is dat festival een beetje een combi tussen een braderie Ibiza-stijl en een muziekfestival. Maar misschien heb ik het ook helemaal fout, dus dat zullen we zien. Gaan we nu even een stukje rijden en dan komen we er vanzelf achter. Oh, ik zal ook laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze top aan met bewerkte mouwen en rok van Benetton. En mijn Guess sneaker wedges. En Sarah is ook leuk, die heeft ook een zwart topje aan. Ik weet niet van welk merk die is. Ja, bloemen. Ja, rokje van de Cool Cat en de Sarah's laarsjes. En nog van sokken. En sokken erin. Van haar hem, denk ik. Van de Hema zijn die, dat weet ik wel. Hema heeft gewoon de beste sokken, vind ik. Dus we matchen weer. En dat vind ik zo leuk. Ik hou van matchen met mijn dochter. En ik heb oorbelletjes van Sarah vandaag in. Want ik wilde kleintjes en ik besteld, maar die zijn nog niet binnen. En ik vind het leuk om hele kleintjes naast de grote te dragen. En alles wat ik heb is te groot, omdat ik dat voor en dit gaatje. En ik heb die oorbelletjes ook. Ja, deze heb ik even van jou geleend, schat. Ging zeggen, maar niet jij... eerlijk. Nee, maar ja, moest even, want ze heeft gewoon mini oorbelletjes. En als ik de mijne heb, dan moet het goed komen, maar er wordt vandaag bezorgd. Ik had het eigenlijk gisteren verwacht. En dan zijn we de hele dag niet, dus ja, hopen dat ze het bij de buren afgeven. Heel leuk en ik heb deze oorbelletjes gekocht, want ik wilde nog hele kleintjes erbij. En we zijn nu lekker op het strand, kunnen jullie meiden even lekker rennen en wij een beetje kleur krijgen. Mijn benen zijn zo wit. Ik denk dat ik het strand verlicht. Dat hoor. Het. Ik vond het heel gezellig. En jij? Ook gezellig. We zijn weer thuis. Sarah die ligt lekker op bed. En ik ga even snel een vlog editen. Dat had ik al verteld van de week. Heel weinig tijd. Dus ik moet wel echt even bij zijn. Doe mijn scherm maar ook niet scherp. En daarna ga ik de nieuwe serie What If kijken. Ik ben echt heel erg benieuwd.
Ik had voorstukjes gezien bij Netflix zelf als je hem aanzet. En het ziet er echt goed uit. Dus ik ben echt nieuwsgierig hoe die gaat zijn. Heeft iemand hem al gekeken? Laat even weten wat je vindt. Vlog is aan het uploaden en ik heb weer honger. En ik weet echt niet waar ik trek in heb. Oké, wat ga ik maken? Popcorn, stokbrood, zoutstokjes of aardappeltjes? Ga je me helpen kiezen? Ja, je denkt er ligt eten op de grond, hè? Ja, hi. Wat ga ik doen? Ik denk dat ik vannacht die ga. Ik ben overigens nog één dingetje helemaal vergeten te laten zien. Ik heb vandaag ook deze gekocht. En die is nog ingepakt. Ik vind hem zo schattig ingepakt. Echt een heel klein doosje. Ik heb natuurlijk deze oorbelletjes gekocht. Maar ik heb nog een paardje gekocht. Ik zal het even laten zien. Eens kijken hoe goed ik dit open ga krijgen met één hand. Ik wilde voor die gaatjes die ik heb doorgeprikt echt heel graag hele kleine oorbelletjes. Want ik vind grote daar niet mooi in. En eigenlijk, omdat ik die natuurlijk al heel lang in gebruik, heb ik alleen grote oorbellen. En ik had die kleintjes gezien die ik in heb. Deze had ik nog niet open gemaakt. En ik heb ook schildjes, heb ja, deze gekocht. Ze zijn echt inimini. Ik heb er even één in gedaan. Kijken of je het goed ziet. Het licht, kijk. Heel klein. Ik vind het echt heel leuk zo. Dus ja, hier ben ik echt mega happy mee. En nu? En lekker stokbrood. Ik heb net de eerste aflevering gekeken. Ja, apart. Ik weet niet zo heel goed wat ik ervan vind. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe het verder gaat. Dus dat is op zich wel weer een goed teken. Ik ga nu lekker slapen. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op die rode knop. Abonneren hieronder. Of in het scherm hierna op het rondje. En dan zie ik je morgen. Doei!